Hallo allemaal en welkom bij deze extra video deze week. Ik kwam vandaag allemaal pakketjes binnen en ik dacht bij mijn eigen, ik kan het nou gaan uitpakken en blij zijn in mijn eentje. Of ik kan voor mijn camera gaan zitten en het uitpakken samen met jullie. En dat leek me dus veel leuker en dan kan ook iedereen zien wat ik heb gekocht. Misschien dat er dingen bij zitten die ook leuk zijn voor jullie en dan weten jullie dat ook meteen. Ik heb kleding, ik heb make-up en ik heb wat haarproducten. Mocht je afvragen wat ik op mijn lippen heb, ik heb Kiko Lip Upload in de kleur 305 op. En Ofra Liquid Lipstick in de kleur Atlantic City. Deze is te koop bij Boozy Shop. Deze is te koop bij Kiko Winkels. Let ook alsjeblieft niet te veel op mijn make-up. Ik heb gewoon vandaag gewerkt. Ik ben net thuis van werk. Ik werk van 9 tot 6. Dus deze make-up zit er al op vanaf 8 uur 's ochtends. En het is nu 7:30 's avonds. Dus dat is echt al bijna 12 uur. Dus ik vind dat het nog best goed op zit voor 12 uur make-up. Al heb ik er wel een beetje bij gewerkt natuurlijk. Nou ja, genoeg over mijn make-up. Laten we gaan unboxen. Nou, het eerste pakketje is eigenlijk geen pakketje, want ik heb dat dit weekend binnengekregen. En ik maak altijd mijn video's in het weekend, dus ik wilde die al meteen aanvoeren in de twee video's die ik ging maken. Dus ik heb ze al uitgepakt en aangehad in een video. Ik heb ze verder niet aangehad, maar ik ga ze toch even laten zien, want dat is wel leuk. Ik had een hele leuke winkel gevonden op Instagram, Class for Less, met allemaal leuke kleding. En ik heb hier twee blouses besteld. Als allereerste heb ik dit blouse besteld. Het is een bodysuit. Dus hij kan onderdicht. En hij is in zwart. Je hebt hem in nog meer kleuren. Je hebt hem ook in groen, in nude. In nude vind ik hem ook echt heel mooi. Zo beige. Dat is heel chic. En dit blouse is €22,50 en is one size. Ik heb normaal broekenmaat L, truimaat S/M. Als hij niet stretcht heb ik M. Als hij stretcht heb ik S. En op zich past hij hier perfect. Ik heb ook cup E, dus ik heb best wel een grote voorkant. Op zich past hij hier helemaal perfect. Alleen hier achter bij, ja, je kont. Dit valt dan wel echt als een stringachtig als je best wel veel heupen en kont hebt. Maar je kunt er in principe in als je ook een broekmaat L hebt, want dat heb ik ook. XL weet ik niet zeker. Maar hij is one size en one size betekent in principe altijd SML. Dus heb jij maten S, M of L, dan pas je er denk ik wel in. Nou, ik heb ook dit blouseje besteld. Ik was al heel lang op zoek naar een blouseje die boven echt hoog dicht gaat tot bij je nek. De video waar ik deze aan heb komt zaterdag online. Dus stay tuned van zaterdag. En hij valt gewoon, ja, tot bij je heup. En hij heeft van die leuke, ja, franjes hier zo en hier allemaal. Dit blouseje is €30 en ze hebben hem in twee kleuren. En ik heb hem gekocht in maat M, want het blouseje stretcht niet. Dus als je hele dikke bovenarm hebt of zo, pak wel echt de maat die je echt past. Want hij gaat niet mee stretchen, niks. Ik vind hem heel leuk, hij schijnt een beetje door, dus je moet er wel een hemdje onderaan doen. Of als je wat sexier wilt zijn, kun je er gewoon een zwarte BH of zo onderaan doen. En je kunt hem doen in je broek of uit je broek. Kan allebei eigenlijk wat jij wilt. En hij valt lekker losjes over je lichaam, dus hij zit niet helemaal zo strak. Oh, ik heb trouwens alles zelf gekocht. Ik ben niet gesponsord. Ze hebben mij dit niet gratis gegeven voor promotie. Ik heb hun helemaal zelf gevonden op Insta en heb die kleding gewoon gekocht en besteld. En ik heb er gewoon zelf voor gekozen dat ik een unboxing video wil maken. En hun gewoon een beetje promotie gun. Puur omdat ik gewoon blij ben met de kleding, denk ik. Met die twee blouses was ik blij. En dit ga ik dus nou unboxen. Dus ik ga ervan uit dat ik er blij mee ga zijn. Anders gaan we het nou ook hier in de video zien dat ik er niet zo blij mee ben. Nou, dan gaan we verder met dit hele grote pakketje. Nou, het hele grote pakketje is dus van VJ Style. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik heb het ook gevonden op Instagram. En ook daar vond ik heel veel dingen heel leuk. Nou, ik heb bij hun een jogging setje gekocht in lichtroze of zalm of wat voor kleur dit ook is. Hij voelt echt heel zacht aan. Ik vind het materiaal al heel fijn. Dit is dus zo een soort van oversized trui. Die valt over de heup en over de kont. Met van die dingetjes hier bij je pols. En die heb je ook hier bij je kraag. En het is een V-halsje. En de trui is gewoon one size. Je kunt wel een broekmaat pakken, maar geen truimaat. Die valt gewoon altijd zo. Dus deze. En dan de bijpassende legging. Ook weer super zacht. Is gewoon helemaal strak tot aan onder. En die kun je wel maat pakken. Je kunt SM pakken of ML. En ik heb dus obvious ML gepakt. Want ik heb normaal broekmaat L. En van leggingen heb ik maat M. Dus ja, ML gaat dan mijn maat zijn. En hij stretcht lekker. Hier weer even een foto van het setje. En dit setje kost €40. Dus ik ga er vanuit 20 voor de legging, 20 voor de trui. Dat is absoluut niet heel duur. Ik heb dit soort setjes gezien bij andere winkels voor €70, €80. En dan denk ik echt van, nee, dat ga ik echt niet betalen. Ik betaal hier echt maximaal €50 voor zo'n set. Ik vind hem heel zacht, heel fijn. En het is een heel makkelijk setje om gewoon lekker naar buiten te gaan. En er toch wel goed uit te zien. Want ik gebruik dit soort dingen als huiskleding slash
even snel naar buiten kleding. Het is gewoon fijn voor in huis, maar als je even snel weg moet, kan dat ook gewoon hierin. Dus ja, ik ga dit gewoon aandoen, ook naar werk en zo, want het is gewoon lekker comfy. En je hebt ermee nog meer kleuren. Ik wilde eigenlijk zo een setje hebben in het zwart. Maar ja, zwart was echt overal uitverkocht. Elke winkel met zo'n set zwart uitverkocht. Maar toen zag ik dus deze kleur en ik vond hem ook wel leuk. En ik dacht, ja Sarah, je mag wel een beetje uit je comfortzone. Kom op, je draagt altijd zwart. Ik draag nou ook weer zwart. Dus ja, dit leek me wel leuk. En ik heb een hele leuke nieuwe tas die erbij past. Dus vandaar dat ik deze kleur gewoon heb gekozen. Nou, ik heb ook een jas besteld. Ja, ik bestel nog een hele winterjas in maart. Ja, want het is gewoon nog koud, mensen. Dus ja, ja. Deze is echt heel groot. Ik weet echt niet of ik hem helemaal ga kunnen laten zien. Nou, het is met een capuchon en ik heb de maat SM. Hij valt iets over de kont, gewoon lange mouwen. Het is ook net bont. Ik draag absoluut geen echt bont. Nou, ik heb hier weer even een foto. Die jas is echt super leuk. En hij kost 60 euro. Ik vind dat echt te doen voor deze jas. Ik ga hem even aandoen. Nou, hoe zie ik eruit? Mensen, ik kan niet in het hele beeld, maar je kunt het zo wel een beetje zien, toch? Nou, tot zover dus de jas. Ik ben er heel blij mee, want ik heb geen enkele jas die veel over de kont. En af en toe vind ik het fijn als mijn jas gewoon echt valt over mijn heupen. Want ja, je wil niet altijd alles laten zien. Hè? Af en toe wil je gewoon een beetje bedekt zijn, snap je wat ik bedoel? Dus ik ben heel blij hiermee. Ik zag al vaak van dit soort jassen, maar die waren allemaal zo kort, echt boven je heupen. En ik wilde gewoon iets wat langer zou vallen. Dus nou heb ik deze lekker zacht. Net als Susu, mijn kat. Zo, nou heb ik nog twee pakketjes. Eentje met make-up, eentje met haarspullen. Ik heb hier een pakketje van My Hair Shop. Die ga ik even openmaken. Nou, ik heb vier dingen besteld. Het eerste wat ik heb besteld is dit anti-breakage satin. Ding om je haar in te doen s'nachts. Deze was 4 euro, maar super goedkoop. Ik had altijd problemen met mijn haar, dat in de ochtend het zo een puinhoop was dat ik het gewoon elke dag bijna moest wassen, helemaal overnieuw. Dus nu heb ik deze en dan blijft hopelijk mijn haar s'nachts wat beter. Ik heb ook de Texture My Way Curl Keeper, bla bla bla. Deze is 3,95 euro. Ik ga heel eerlijk bekennen dat ik deze alleen erbij heb besteld, gewoon voor extra, omdat hij maar 3,95 euro was. Ik weet ook helemaal niet wat hij precies doet, maar het is iets voor krullen. Oh, je moet er dus in nat of droog haar doen. Je moet het gewoon in je hoofd inmasseren, in je hoofd, op je hoofd masseren. En dan gewoon door je haar helemaal van begin tot einde. En dan blijft hopelijk je haar gewoon wat beter zitten. Omdat die gewoon zo goedkoop was, heb ik hem er gewoon bij besteld. Ik ga hem gewoon uitproberen. Alles wat ik vandaag hier heb besteld bij My Hair Shop heb ik nog nooit gebruikt. Ik heb ook de Apogee Curl Definer. Dat is deze. Deze is 8,95 euro. Deze heb ik puur alleen gekocht omdat ik al iets heb van Apogee. Ik gebruik al de Apogee Two-Step Treatment. Deze is echt gold. Deze doe ik elke 2 maanden in mijn haar. En dan echt, het geeft zo'n proteïne boost in je haar. Deze is echt geweldig voor vooral krullen. Door die Apogee heb ik echt weer een beetje mijn krullen teruggekregen. Dus toen zag ik deze en ik dacht, laat me die ook gewoon proberen. Ik was al blij met het merk, dus ik dacht, ja, misschien is deze ook wel goed. Ik weet ook alleen niet precies wat het is. Oh, use in damp hair. Dus gebruik het in vochtig haar. Gebruik een klein beetje. Either dry or use it dry. Oké, dit moet ook gewoon in je haar als het een beetje nog vochtig is. Dus een handen droog haar. Moet ik dit er gewoon een beetje in doen. En dan ja, worden hopelijk mijn krullen iets beter. Want ik gebruik nou deze, maar ik vind hem toch niet zo fijn. Hij maakt mijn haar wel mooi, de krullen worden wel mooi, maar hij is best wel zwaar. Dus hij maakt mijn haar ook een beetje plat. En dat vind ik echt niks, want ik wil echt volume. Nou, en het artikel waarvoor ik eigenlijk naar mijn hairshop ben gegaan, want dit heb ik allemaal gewoon extra erbij gekocht, is de She Moisture Strength and Restore Styling Lotion. Deze is me aangeraden door een meisje op Snap. Ze heet Haja. Dit is haar Insta. Echt, zij maakt ook echt geweldige make-up. Echt, bekijk haar Insta. Volg haar ook en zo, want echt haar make-up looks zijn echt on fleek. En haar haren, echt goal. Zo moet mijn haar worden. Niet dit. Zo moet mijn haar gaan worden. Dat is het doel. En omdat zij van die mooie krullen heeft, vroeg ik dus aan haar, wat gebruik jij? En zij gebruikt dus deze in haar haar. Dus ja, die heb ik natuurlijk meteen gekocht. En deze is 12,95 euro. Ik weet alleen ook niet hoe ik deze moet gebruiken. Nou, ook deze moet je in je haar doen in handen droog haar of in droog haar. Kan allebei, staat hier. En je moet onderaan beginnen en dan gewoon naar boven toe werken. Dus ik ga deze ook proberen. Maar deze drie producten zijn eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus je moet ze alle drie in handen droog haar een beetje doen en er gewoon in doen. Dus ja, ik ga het gewoon zeker proberen. Deze is heel goed voor haar dat kapot is, zoals mijn haar. Dus deze drie ga ik zeker uitproberen en ik ga laten weten wat ik hiervan vind.
Nou, het laatste pakketje is van de Kruidvat. Het was dus één dag een actie. Alle make-up, 1 plus 1 gratis. En gratis verzending. En dat was alleen die dag, 11 maart volgens mij. En ik had het ook op Snap gezet. Dus als je allemaal van die handige dingen wilt weten, ik plaats het altijd op mijn Snap. Dus voeg me toe op Snap en dan ben je altijd op de hoogte van al die make-up acties en al die dingen. Dus ik heb zeker make-up besteld. Ik had in principe niks echt nodig. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon allemaal super goedkope make-up besteld. Echt van Essence en zo. Gewoon allemaal, ja, ik wil niet zeggen zooi. Maar gewoon allemaal hele betaalbare make-up die ik niet echt nodig heb. Maar ja, dat was heel, ja, dat kunnen we niet laten gaan, hè, mensen. Nou, ik heb hier in mijn mail staan hoe duur het was. Het was in totaal €23,60 voor 8 make-up artikelen. En er is €11,80 van afgegaan, waardoor ik nog €11,80 moest betalen. En de verzendkosten waren dus die dag gratis. Nou, ik heb mijn favoriete Essence mascara, de False Lashes mascara. Ik had die al, maar ja, dat was sale, dus ik koop alvast eentje extra. En deze is €3,80. Nou, voor €1,60 heb ik ook een Essence eyeshadow blender. Dit is gewoon een kwastje voor je oogschaduw. Ik ga hem even eruit halen. Ik vind hem er heel cute uitzien en je kunt heel makkelijk je oogschaduw uitblenden. En hij was super goedkoop, dus ik dacht, ja, waarom niet? Ik heb ook de Catrice Dating Joe Black Eyeliner. Dit is mijn favoriete eyeliner, mensen. Dus ik heb een backup gekocht, want deze had ik al. Hij is wel bijna leeg, dus nu heb ik gewoon alvast eentje extra. Ik heb ook de Essence Super Fine Eyeliner Pen. Ik heb al de waterproof pen van Essence. Deze vind ik heel fijn. Dus ik dacht, laat me deze ook proberen. Deze is echt heel dun en heel lang. Dit is het verschil met de waterproof. Kijk hoeveel langer die is. Dat is echt een verschil. En deze was maar €2,60. Dus ja, ik wilde hem gewoon proberen. Hij leek me wel leuk. Nou, voor €2 heb ik de Essence Brow Gel. Brow gels boeien me echt niet echt heel veel. Ik wil gewoon een random brow gel. Ik heb ook geen favorieten. Ik wil gewoon een gel die het een beetje op zijn plek houdt. Echt, meer vraag ik niet. En ik wil nooit een kleur. Dus ja, ik heb gewoon deze gekocht. Omdat die er gewoon was en zo goedkoop is. Ik denk, ja, een brow gel erbij. Voor €3,60 heb ik de Essence, Catrice Prime & Fine Eyeshadow Base. Ik vind de Prime & Fine lijn van Catrice al best wel fijn. Ik heb ook de primer en zo, gewoon voor het hele gezicht. Dus ik dacht, laat me ook de eyeshadow primer testen. En ja, het is gewoon een nude kleurtje. En net als met de wenkbrauw gel, oogschaduw primers, het is niet dat ik er zo moeilijk over ben. Ik vind ze altijd wel goed. Ze hoeven niet echt perfect te zijn. Als ze maar gewoon een beetje kleur corrigeren en een beetje plakken, dan ben ik al blij. Dus ik ga deze gewoon ook proberen, want hij is zo goedkoop. Echt €3,60, mensen. En voor €3,40 als laatste de Essence Lash Princess mascara. Deze vind ik ook heel fijn. Ik ga hem niet openmaken, want als je de mascara openmaakt, is hij maar 3 maanden goed. Dus ik laat hem nog eventjes dicht. Maar dit is mijn nummer 2 favoriete Essence mascara. De False Lashes is mijn nummer 1 en dit is echt mijn nummer 2. Nou, dit was dan de random unboxing. Dit is zo random. Ik had het helemaal niet gepland, niks. Ik ben hier gewoon gaan zitten en ik ben gewoon begonnen. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. Want echt, video's opnemen, editen, kost mij zoveel tijd. Ook naast mijn baan. Dus laat me weten dat jullie het leuk vinden en het appreciëren. Dat zou ik heel leuk vinden. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. En die komt zaterdag. Doeg!